Maar we gaan eerst naar Jill, want de meerderheid van de werkgevers vindt dat jongeren eigenlijk te vaak kiezen voor een verkeerde baan. Hoe zit dat precies? Nou, precies. Ja, dan hebben we het natuurlijk over de bullshitbaan. Ja, dat bekt natuurlijk wel lekker, maar het is wel een hoofdpijndossier. Veel jongeren worden opgevoed met het idee, dat was bij mij ook zo, hè, ga doen wat je leuk vindt. Dat is niet per se negatief, maar ja, wat draag je met sommige banen nou precies bij aan de maatschappij? In de Telegraaf deze ochtend een groot artikel. 2/3 van de werkgevers vreest toe. Jongeren verspillen hun talent. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat die werkgevers zich zorgen maken over de lange termijn, omdat jongeren, en ik citeer, liever influencer of podcastmaker willen worden en in het buitenland werk willen doen, terwijl bedrijven in de tussentijd zoeken naar monteurs, verpleegkundigen en leraren. Nou, precies daarom is het vandaag weer tijd voor Planet Robot. Dit keer op de marinewerf in Den Helder. Georganiseerd door scholen, defensie en het bedrijfsleven, om jongeren warm te maken voor de techniek. We hebben deze bots gemaakt en dan gaan we tegen andere scholen gaan we de strijd aan dat we elkaars ballonnen moeten kapot maken. Bij ons maken we de battlebots van verschillende materialen, zowel met hout als metaal als kunststof. Ze leren verschillende vaardigheden, verschillende technieken, waardoor ze eigenlijk een betere keuze kunnen maken wat ze later leuk vinden. Ja, nou, ik heb ervoor gekozen omdat eigenlijk bijna niemand het doet en eigenlijk zouden meer meiden het wel moeten doen, omdat het is echt heel leuk. Ja, er zijn echt heel veel banen die je in kan doen, zoals werken met hout, met ijzer, staal. Van alles. Het meedoen met Planet Robot resulteert eigenlijk tot wel meer aanmeldingen in de techniek. Wij zien echt heel duidelijk dat als we meedoen, dat de leerlingen het heel erg leuk vinden, de opdrachten, en daardoor bewust voor de techniekroute kiezen. Ja, nou, dit initiatief helpt blijkbaar. Maar wat zouden we eigenlijk kunnen doen in Nederland om toch die banen wat aantrekkelijker te maken? Ja, inderdaad, dit soort mooie initiatieven. Maar ik was gisteren op een mbo in Beverwijk. Daar hebben ze allemaal nieuwe praktijklokalen met echt de nieuwste technologie. Superleuk om daar onderwijs te volgen. Maar al die studenten die daar zitten, die hebben al voor het einde van hun opleiding baanaanbiedingen tegen hele goede salarissen. Ja. Dus wil je geld verdienen als jongere, kies dan voor een baan in de techniek. Techniek, maar überhaupt met je handen werken. Want we missen gewoon eigenlijk letterlijk handen. Hè? We hebben handen tekort in vele sectoren. In de techniek, overal. Ja. En, we kunnen al die vakmensen gewoon ontzettend goed gebruiken. Dus ouders kunnen ook hun kinderen een beetje stimuleren voordat ze het keuken. Exact. Ligt het niet ook een beetje bij de opvoeding al? Want we hebben allemaal ingestapt, we moeten hoog opgeleid zijn, kennis-economie, want dan heb je een goede baan, dan kan je veel verdienen. Ja, veel van die achterhaalde termen waar we gewoon van af moeten. Mm. Maar ook in het onderwijs wel goede keuzes maken. Het nieuwe kabinet gaat een grootste bezuiniging van deze eeuw op onderwijs doorvoeren. Heel onverstandig. Want je wil bijvoorbeeld ook een PABO, zodat mensen kiezen voor een opleiding tot leraar. Ja. Maak je nou zo goedkoop mogelijk, zodat je de drempels verlaagt om dat soort studies te gaan doen. En de salarissen? Ja, maar die zijn denk ik in de techniek al heel erg goed. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook bij Defensie, waar we nog veel mensen kunnen gebruiken, wordt ook hard gewerkt aan betere arbeidsvoorwaarden. Ja. Meneer Gebrandi, heeft u een beeld hoe het is geregeld bij andere Europese landen? Zijn daar ook handen tekort in betreft met het handenwerken? Ja, je ziet het breder. Maar je ziet bijvoorbeeld ook landen waar ze ontzettend veel investeren in onderwijs, zoals Finland, dat die het waanzinnig goed doen. Mm-hmm. En daarnaast, influencers vallen heel erg op. Hè? Maar achter elke influencer zitten volgens mij duizenden kinderen die wel bezig zijn met hoe gaan we klimaatverandering aanpakken? Hoe gaan we andere maatschappelijke problemen oplossen? Dus ik ben wel wat optimistischer dan dit geluid van de werkgevers. Oké, nou fijn. We gaan...